Bij een nieuwe video. Vandaag gaan we de reverse fold leren. Vorige week hebben we de speed step gedaan en eigenlijk is de reverse fold een achteruit speed step zonder je voet neer te zetten. Dit is de speed step. En dan ga je nu oefenen om de reverse speed step te doen. Je stapt er overheen en eigenlijk wat je doet is je stapt weer terug. Let op. Wat we nu gaan doen, je komt zo meteen richting het muurtje aangelopen. En wat je doet, je maakt eigenlijk een 180 en je doet de reverse speed step. Je ziet er als volgt uit. Als dat goed gaat, dan ga je steeds minder je voet neerzetten. En dan ga je daarna proberen om zonder je voet neer te zetten de reverse fold te doen. Dus wat je doet, je komt nu iets harder aangelopen, je zet af en je zet in één keer de reverse fold in zonder je voet op het muurtje te zetten. Ja. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat de reverse fold allemaal gaat lukken bij jullie. Later!